Wist je dat in 1607 hier in Vlissingen Michiel de Ruiter is geboren en heeft gewoond? En daarom is het wel leuk om eens te gaan kijken bij Hotel de Ruiter. Waar je nog moet aanbellen om binnen te komen. Hallo. U bent de hotelheer? Ja, Wilco Steenkamp. Kevin. Hoi. Nou, welkom. Dankjewel. Ja, allereerst. Ik heb hier de sleutel voor uw kamer. Ja. En ik geef u een kaartje. Ik weet niet of u nog op zoek bent naar iets speciaals. Nou ja, ik ben eigenlijk op zoek naar de roots van Michiel de Ruiter natuurlijk. Kijk, nou dan is dit de place to be. Ja. Ja. Kijk, hier zitten wij aan deze straat. En als je hier bij het kruispunt naar rechts gaat, dan loop je eigenlijk rechtdoor over het plein, recht op het standbeeld af. En dat zit hier aan de Loodsbotenhaven. Zal ik je eerst even voorgaan naar de kamer? En wilt u dan misschien nog even een drankje op het terras? Nou, zeg maar je en heel graag. Oké. Okay. Top. Kom binnen, hier is je kamer. Oh, wauw. Twee bedden voor mezelf alleen. Kijk. Heerlijk. Kan je kiezen. En een balkon. Nou, hier kan ik in de ochtend mijn Zomer in Zeeland zingen. Zo is het. Zomer in Zeeland. Beetje het gevoel van een huiskamer, Wilco. Ja, leuk hè? En nou, daar is hij dan. Daar is hij dan. Wat een statig portret trouwens. Dag Michiel. Nou, kom verder, gaan we naar het terras. Ik wens je een heel fijn verblijf in Vlissingen. Wat een service. Dankjewel mannen. Tot ziens. Dankjewel. De Zeeuwse kust. Hey Michiel, daar ben je. Ja, wist je dat Michiel altijd een echte volkse jongen is gebleven? Hij bleef Vlissingen altijd trouw. En de armen in de stad konden ze nu en dan op een financiële bijdrage van hem rekenen. Dus nobele man die Michiel. Nou, en daarmee sluiten we deze aflevering van Trips and Travel af. Wil je nou alles nog eens teruglezen waar we allemaal geweest zijn in deze aflevering? Check het op rtl.nl/trips-and-travel. Nou, dan heb ik nog even een onderhoud met Michiel. Tot volgende week. Hey, maar Michiel, vertel eens. Nou, Kevin, het was inderdaad een gezellige aflevering. Ik heb genoten.